Hallo allemaal, het is vandaag de tweede dag van de warmste week. Het is buiten heel koud en regenachtig, maar hier binnen is het wel supergezellig geworden, want er zit er een heel grote groep bij mij. Hallo allemaal. Hey. Wie zijn jullie? Wij zijn leiding van KSA Ter Rode uit Oostkamp. Oké, leuk. En jullie hebben uiteraard iets gedaan voor de warmste week. Wat hebben jullie gedaan? Ja, dit jaar hebben wij badges verkocht. Dat zijn dus embleempjes dat je op je hemd kan naaien, zoals je ziet hier. Tof. We hebben dit in 2019 ook al eens gedaan en we dachten ja, nu dat een brug is het ideaal om het nog een keer te doen. Vorige keer hebben we het met meerdere jeugdbewegingen gedaan, maar nu alleen. En de slogan van vorige keer was KSA for Life, dus dat ging eigenlijk specifiek over KSA's. En nu hebben we gekozen voor de slogan De Warmste Momenten, omdat je ziet dat er een kampvuurtje op staat. En de warmste momenten, letterlijk en figuurlijk, een warm moment op kamp. En ook dat iedereen samenkomt, is ook een super warm moment. Ja, en jullie vinden het uiteraard ook wel heel belangrijk als jongeren zelf, dat jongeren kunnen opgroeien, zonder zorgen natuurlijk. Het is een heel mooie actie, vind ik zelf. Hoeveel heeft dat opgebracht, vraag ik mij dan af. Tromgeroffel. Ja, tromgeroffel. 9000 euro. Amai, zot. Dat is een zot bedrag. Oké, ik wil jullie één voor één allemaal mega bedanken om jullie zo in te zetten. Ik weet zeker dat dat een grote inbreng is in de warmste week. En ik zou zeggen, jullie verdienen een heel grote vlam, dus duw maar nog op de rode knop. En onze verkoop loopt nog tot vrijdag. Ah, voilà, het is nog niet gedaan. Goed, zalig. Oké. Leuk. Zo tof. Ja, maar zo.